Kasteel Beverweert is een van oorsprong 13e eeuws kasteel gelegen op een eilandje langs de Kromme Rijn. Hekken, bijgebouwen waarvan de gordijnen zijn gesloten. Een bordje met tijdelijk beheer. Dat is nu het trieste beeld van kasteel Beverweert. In 1985 werd het kasteel verkocht aan de Stichting voor Kwekerscholen in Nederland. En werd het kasteel verbouwd om het geschikt te maken voor de vestiging van de internationale school Beverweert. Deze school heeft bestaan tot 1997. Daarna heeft het gebouw leeggestaan tot 2005, toen de stichting Philadelphia Vegetarisch Centrum het op 17 mei 2005 kocht. Landgoed Beverweert in Bunnik had een paradijs moeten worden voor oudere vegetariërs. Ondergebracht in 90 nieuw te bouwen appartementen. Het 800 jaar oude kasteel moest een vergader- en congrescentrum met horeca worden. Maar van al deze ambitieuze plannen is niets terechtgekomen. Want deze stichting kwam in financiële problemen, waardoor de plannen in de ijskast zijn gezet. Nu wordt het kasteel sinds 2006 gehuurd door de beruchte en beroemde kunstschilder Geert-Jan Jansen. In zijn eentje heeft deze bijzondere man de hele internationale kunstwereld te kijk gezet. Kunstkenners en taxateurs kunnen zijn bloed wel drinken. Hun ergernissen zijn begrijpelijk. Hij vervaardigde vervalste kunstwerken van beroemde kunstenaars als Apple, Chagall, Matisse, Mondrian, Dali, Miro, Picasso, Hockney, Klimt, Cocteau, Jorn, De Koning, Andy Warhol. De lijst is lang. Tot op de dag van vandaag is er geen expert erin geslaagd echt van vals te onderscheiden. Nog steeds schildert hij in de stijl van grote meesters, maar nu onder zijn eigen naam, Geert-Jan Jansen.